Oorlogen worden gewonnen door diegenen die het meest gebruik weten te maken van het verrassingselement. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er diep onder het zeeoppervlak een hevige strijd uitgevochten. Het waren de dappere bemanningsleden van de onderzeeboten die hier de dienst uitmaakten. Het lot van de vrije wereld lag in hun handen. Silent Hunter 5 neemt je mee naar de Tweede Wereldoorlog, waar jij als kapitein het bevel voert over een geavanceerde U-boot met de meest geharde zeelieden die je ooit gezien hebt. Hey, Captain! What a taste? No thank you, Marcus. Maybe later. Voor het eerst heb jij als kapitein de mogelijkheid om in first-person view door de onderzeeër heen te lopen en je crew in de gaten te houden. En te motiveren natuurlijk. All hands! We are under attack! Ook zit er nog veel meer detail in de omgeving, waardoor alles wat je ziet leeft ons echt over. Ik geef je twee voorbeelden. Het water ziet er zo mooi uit dat ik zou durven zeggen dat het nog nooit eerder zo realistisch in beeld is gebracht. Een ander voorbeeld zijn de verbeterde U-boot modellen die nog natuurgetrouwer overkomen dan het voorgaande deel. Want deze zijn gebaseerd op de originele duikboten uit die tijd.